Hoe vaak ben jij aan het appen op de fiets? Nou, wel vaak, ja. Ja, ik kijk wel echt vaak met mijn WhatsApp of zo, bijvoorbeeld. Yeah. Maar als ik dan soms... Terugschrijf ook? Ja. Muziek en gewoon WhatsApp lezen en ook wel eens gewoon Instagram of zo. Terwijl je aan het fietsen bent? Ja. Gaat allemaal prima samen? Niet altijd. Ik ben ook wel eens ergens tegenaan gefietst. Voor iedereen die net als ik niet dagelijks fietst met een smartphone in de hand, ga ik nu maar eens even de proef op de som nemen om te kijken of het echt zo gevaarlijk is. Alles voor de journalistiek, zullen we maar zeggen. En dan zien we dat dit ongeveer is wat je normaal ziet en dit wat je overhoudt als je met je telefoon bezig bent. Ja, het is echt link. In zo'n 5 tot 25% van alle ongevallen blijkt afleiding een rol te spelen.